Ja, voorzitter, ik vind het moeilijk hoe ik vanavond moet reageren. Want ik ben eerlijk gezegd best wel geschrokken van een aantal antwoorden. En ik ben ook geschrokken van het feit dat we op een aantal van onze vragen eigenlijk geen antwoord krijgen. De belangrijkste vraag of hoop die wij uitspraken vanavond is dat er excuses zouden komen voor de bezoekers van de mannenontmoetingsplaats die bekeurd zijn. Al 45 jaar lang verloopt het bezoeken van de mannenontmoetingsplaats zonder noemenswaardige problemen of overlast in Sonnenbreugel. En ja, zoals de VVD aangeeft, er zijn ongetwijfeld een aantal mensen die dat wat ongemakkelijk vinden, omdat het niet hun cultuur is. Maar dat is geen reden om intolerant te worden in onze gemeente. De burgemeester die sprak in zijn betoog ook over als hij bepaalde zaken naar de raad zou brengen, dan moesten we het gaan hebben over gedogen. Maar waar gedogen waarvan eigenlijk? Want er gebeurt daar niks crimineels. Dus is er helemaal geen sprake van gedogen. Wat de mannen daar doen is gewoon toegestaan volgens de Nederlandse wet. Daar hoeven we helemaal geen regels over te maken als raad of als college. Het hebben van seks in het openbaar, in het zicht van de openbare weg, dat is niet toegestaan. Maar seks hebben met elkaar in een bos waar geen andere mensen zicht op hebben, is gewoon toegestaan, heeft niks met gedogen te maken. Ja, en als we dan op basis van signalen en als wij dan doorvragen, komt de burgemeester eigenlijk niet verder dan één signaal van één persoon die mogelijk op die plek is geweest met kinderen die mogelijk de intentie hadden om. Dan schaam ik me eerlijk gezegd dat we op basis van zo'n signaal op deze manier zijn gaan handhaven. Als dat dan een serieus signaal is, dan geef dat signaal door aan de politie en laat de politie dat onderzoeken. Maar de keuze die hier gemaakt is om BOA's, bijzonder opsporingsambtenaren, dan maar opdracht te geven om 's avonds mannen te gaan bekeuren die niks verkeerd doen, die daar geen criminele activiteiten doen plaatsvinden, ook geen vuurtje stoken overigens. Ze brengen niemand in gevaar, niemand in de problemen. En toch kiest u er bewust voor om daar te gaan bekeuren en daarmee eigenlijk al die bezoekers te criminaliseren. En dat is niet de tolerantie die thuis hoort in de Sonnenbreugelse samenleving. Dus ik doe nogmaals een beroep op u, burgemeester, om uw excuses te maken, want deze vorm van handhaving heeft niets te maken met de signalen waar u het over had, waarom u vond dat er opgetreden moest worden. Nogmaals, als die signalen serieus zijn, ben ik de eerste om te zeggen: laat de politie daar goed onderzoek naar doen en zorg dat er geen prostitutie plaatsvindt, geen mensenhandel plaatsvindt, geen drugshandel plaatsvindt in onze bossen, want dat hoort daar niet thuis. Maar dat is iets anders dan de BOA's te vragen om mannen te gaan bekeuren die 's avonds seks hebben in het bos, notabene in het donker waar niemand ze kan zien. En dan heeft hij het ook nog over schennispleging. Ben ik wel benieuwd naar wie ze dat dan hebben gedaan. Want naar elkaar lijkt me dat niet zo'n probleem. Voorzitter, ik maak in ieder geval vanavond als gemeenteraadslid van Sonnenbreugel mijn excuses aan de bezoekers van de mannenontmoetingsplaats die een boete hebben gekregen voor het verblijven in het gebied na zonsondergang. Want ik vind dat geen reden voor een bekeuring in ons tolerante Sonnenbreugel. Oké, ja, bedankt voor uw reactie. Dan wil ik het woord overgeven aan mevrouw Van Swieten van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik schaam mij heel erg diep. Ik heb vanavond de burgemeester horen zeggen dat er afspraken zijn gemaakt met de politie. Ik heb ook een afspraak gehad met de politie. Ik heb gelopen op de oude Hop en ik heb gelopen op de nieuwe Hop. Ik heb gesprekken gehad met Roze in Blauw. Dat zijn de teams van de politie. Die speciaal voor, en ik wil het eigenlijk geen doelgroep noemen, maar deze doelgroep in het leven zijn geroepen. Die mensen toch al voldoende voor hun kiezen krijgen. Ik heb met ze besproken waarom zij niet handhaven in ons gebied als er zulke kwalijke zaken spelen. Er waren geen sprake van kwalijke zaken. Er waren geen aangiftes. Er waren geen meldingen bekend. Daarnaast zei hij mij, en dat mocht ik quoten vanavond, is dat zij niet handhaven daar, omdat dat niet binnen hun handelingskader valt. Zij willen dat dus niet. Hij zei daarbij als voorbeeld: wij gaan niet op een parkeerplaats staan om kentekens van auto's te noteren, zoals er nu gebeurt. Ik vind het heel erg moeilijk vanavond te horen. Ik heb ondertussen, als wij hier spreken,
de stukken gekregen van Lumus over Eend Vandaag, waar de burgemeester aan refereert, waarin staat dat er in heel Noord-Brabant over de afgelopen jaren één persoon is geweest voor mensenhandel. Minderjarig op eigen initiatief zijn er 3. En meerderjarig op eigen initiatief is er 1. In totaal zijn er 5 gevallen over heel Noord-Brabant. Nou, dan gaan we hier nu, als ze alle geloven dat dit allemaal op de Hoogberg plaats gaat plaatsvinden. Nou, ik geloof er niks van. Ik vind dat we vanavond nog te weinig antwoorden hebben gekregen op onze vragen. Ik had ook gehoopt, ik was ervan overtuigd dat de burgemeester zijn excuus zou aanbieden. Want ook hij moet dezelfde gegevens hebben als die wij hebben. En dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat er ergens iets gruwelijk mis is gegaan. En daar wou ik het bij laten. Dank u wel, voorzitter. Ik wil ook het beeld niet hebben dat het college op enige wijze bezig is geweest om intolerant te willen zijn. Ik heb eerder gezegd, het uitgangspunt voor het college is steeds geweest, het bos is er voor iedereen. En iedereen moet daar gebruik van kunnen maken zonder anderen in het gebruik te belemmeren. Dat is steeds de inzet van de kant van het college geweest. En ja, ik heb er moeite. Ik begrijp dat meneer Van Dam en mevrouw Van Swieten zeggen van ja, wij vinden dit allemaal toch disproportioneel en niet passend bij het tolerante Son en Breugel. Ik begrijp die wijze van zien. Maar het college heeft echt een ander beeld gehad. En ik denk dat het verstandig is dat we in de komende tijd het gesprek hierover met elkaar maar eens wat diepgaander voeren. En kijken hoe anderen, politie, Lumens, hier ook naar kijken. Voorzitter, ik denk dat ik denk dat deze beantwoording voldoende is. Ik zag nog één handje. Klopt dat?